Goedemorgen allemaal. Ik ben inmiddels aangekleed. Deze trui is niet van mij dan mijn tante, maar ik heb wel dezelfde in het groen. Blauwe broek. Ik heb sokken aan. Ik ga zo meteen mijn zwarte Nike's aandoen. En ik ga zo meteen weg. Het is namelijk vandaag zondag. Nee, het is niet zondag. Het is maandag. Tweede paasdag. En mijn ouders zijn net vanmorgen weg geweest. Ik ga nu even weg. Ik ga even met mijn opa en oma naar de intratuin. En ja. Niet zo heel erg veel doen. Ik zou gisteren een video geüpload hebben. Dat is helaas niet doorgegaan. Want dat komt door een aantal redenen. Ik heb het hele week met mijn oom en tante gezeten. Omdat ik... omdat we met mijn neefje zaten. Dit ging zo dus daarna slecht dat mijn neefje 2 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Het gaat nu gelukkig weer goed met hem. Maar mijn andere neefje die was ook ziek thuis. En ja, die kon dus niet alleen thuis blijven. Dus daar ben ik voorheen gegaan. En verder gewoon een heel erg leuk weekend gehad. Verder gelukkig mocht hij zaterdag wel naar huis toe. Dus we hebben gelukkig eerste paasdag wel gewoon met z'n allen thuis kunnen vieren. Dus dat was weer heel erg fijn. We hebben alsnog snel wat dingetjes kunnen halen om toch nog een leuk paasontbijtje te doen. We hebben eieren gezocht. Ik heb een boswandeling gemaakt gisteren met mijn tante. Superleuk. Maar ik ben weer thuis. En het is één hele grote oorlog in mijn kamer. Echt alles ligt overal. Dat ga ik vanmiddag opruimen en anders morgen ook nog opruimen. En ja, het moet gewoon echt even opgeruimd worden. Als ik er de komende dagen aan toe kom, wil ik ook mijn kledingkast gaan opruimen. Maar dit zal hopelijk de laatste week zijn dat ik geen stage heb. Want als jullie deze vlog kijken, is het een week later. En dan zal ik waarschijnlijk een stageplek hebben. Daar ben ik heel erg blij om. Woensdag moet ik daarvoor op gesprek. En kijk hoe dat allemaal gaat lopen. Ik hoop dat alles goed gaat. Dus ik zou in ieder geval zeggen, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik ben weer helemaal terug. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik weet niet wat er op de planning staat vandaag. Ik wil zelf wel even naar het centrum toe om wat spullen voor mijn cavia's te gaan halen. Verder rest niet heel erg veel te doen, denk ik. Ik weet niet wat mijn moeder nog voor plan. Ik ben in ieder geval wel aangekleed. Ik heb het blauwe shirtje aan, blauwe broek met gaten en mijn bootschoentjes heb ik weer aan met lange sokken, anders krijg ik koude voeten. Ik heb vandaag lekker gekozen voor geen make-up. Mijn nagels zijn er trouwens ook af. Op mijn duimen na. Dus ze gingen allemaal loslaten. Dus ik heb ze er maar gewoon afgehaald. En ja. Het ziet er vandaag best wel uit als een mooie, leuke dag. Ik ben heel erg benieuwd. Dus laat ik zeggen, let's go. Goed, ik hoop dat jullie me een beetje kunnen horen, want het waait wel aardig hard. Maar ik dacht, waarom stap ik niet gewoon 4 haltes eerder uit? En ga ik gewoon lekker lopen naar huis. Het is echt super. Maar dan ook echt super lekker weer. En ik dacht, waarom niet? Kijk, zelfs eentjes lopen hier. Ik denk, ik pak gewoon lekker de benenwagen naar huis en ik loop gewoon lekker een stuk. Super lekker.
Genieten van het weer. Nice. Toen verliep mijn avond dus denk ik heel anders. Ik ga mijn spullen pakken, want ik ga samen met mijn vader naar Middenmeer, Noord-Holland. Hij moet werken en dan vroeg ik mee wilde. En natuurlijk wil ik mee, dus ik zou zeggen, let's go naar Amsterdam. Of voorbij Amsterdam. Goed, we zijn er. Het is pikken en pikken donker buiten. We zijn er inmiddels. Ik ga kijken of ik hier ergens wifi vandaan kan halen. En dan ga ik me denk ik gewoon bezighouden met wat YouTube dingetjes. Niet heel veel wat ik verder kan doen hier denk ik. Mijn pa die is daarachter aan het werk. En ik zit hier lekker in het hok. Let's go, laten we wat gaan doen. We zijn thuis. 2,5 uur terugreizen. Goed, ik ga lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen. Ik heb mijn zaklamp aan staan. Goedemorgen. Het is nu iets over 10. Ik ben wakker. Ik ben heel erg moe. Ach, ik kan bijna mijn ogen open houden als je dat zo erg is. Maar ja, ik ga het lekker onder de douche een beetje wakker worden. Opfrissen en aankleden. En daarna dingen uitprinten en doen die ik vandaag nodig heb. Maar ik ga eerst lekker onder de douche.
Goed, ik ben inmiddels klaar, aangekleed. Make-up is helemaal gedaan. Ik ben helemaal aangekleed. Ik ga me even storten op de dingen die ik mee moet nemen en wat ik allemaal moet gaan bespreken straks. En daarna ga ik daar naartoe. Ik ga jullie niet meenemen. Ik leg jullie lekker thuis. Ik ga even alles uitprinten wat ik nu nog moet meenemen. En dan gaan we zien hoe het gesprek gaat lopen. Ik ga jullie op de hoogte stellen als ik thuis ben. Maar ik ga ook eerst even eten en drinken. Ik ben trouwens echt heel erg benieuwd hoe dit gesprek gaat lopen. Ik ben niet nerveus of zo. Ik ben voornamelijk gewoon heel erg benieuwd. Dus let's go. Goed, ik ben weer thuis. Ik heb een hele leuke goede dag gehad vandaag. En ik heb vandaag het verlossende woord gekregen dat ik een stageplek heb hier in Spijkenisse. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik ben heel benieuwd hoe ik het ga ervaren. Of het echt leuk gaat worden. Maar natuurlijk moet ik er zelf ook wat van gaan maken nu. Ik ben heel erg blij dat ik na gewoon een maand lang geen stage in één keer een stage heb. En dat ik volgende week maandag kan gaan beginnen. Het is echt heel erg fijn om dan te weten van eindelijk heb je gewoon die plek. Ik kan eindelijk gewoon verder met mijn opleiding, om het zo te zeggen. Kijk hoe het allemaal gaat lopen. Ik ben heel erg benieuwd, maar de eerste week zal behoorlijk wennen zijn. Andere instelling, andere regeltjes, andere gewoontes. Dus ik heb er eigenlijk voornamelijk gewoon heel erg veel zin in. Een beetje uit de focus. Kom op. In ieder geval ga ik nu slapen. Ik ben heel erg moe. Het is al over 9. Nee, over 9 is niet, natuurlijk niet laat. Maar ik ben heel erg moe. En ik heb morgen best een hele lange dag. Dus ja. Ik ga de vlog hier ook al afsluiten. Want morgen heb ik school en vrijdag heb ik school. En zaterdag is deze video online gekomen. Dus ik ga lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe weekvlog. Want er zal 1 video per week online komen de komende weken. Even wat met stage. Dat zal gewoon een weekvlog zijn van maandag tot vrijdag. Die komt de woensdag erop online. Dus ja. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een volgende video. Doeg!